Milan de Koe, gefeliciteerd met deze hele mooie 2-1 overwinning op Vitesse. Ja, dank u wel. Vond je het een verdiende overwinning? Nou ja, we kunnen altijd beter spelen dan we hebben gedaan. Maar op zich, qua spelbeeld, hebben we wel verdiend gewonnen. Ja. Misschien een van de slechtste wedstrijden van het seizoen van dit van jullie, denk ik. Ja, we hebben nu wel gewonnen, dus het was niet echt een slechte wedstrijd. Maar... Ja, maar qua spel bedoel ik, hè? Ja, qua spel. Ja, dat wel. We kunnen natuurlijk altijd beter. Dat weet iedereen ook van zichzelf. Nou, Vitesse die kwam ook beter uit de startblokken in de eerste helft. Die begon dan beter aan de wedstrijd, tot 1-0. Ja, we waren niet heel scherp uit de kleedkamer gekomen, denk ik. Iedereen die was nog een beetje slaperig. En dan krijgen we zo makkelijk de 1-1 tegen. Ja, dat is niet goed. Je zegt 1-1 tegen, maar we gaan even terug naar de eerste helft. Ik bedoel, daar begon Vitesse beter aan de wedstrijd in de eerste helft, tot de 1-0. Toen kregen jullie controle na de 1-0. Ja, klopt. We moesten even... Ja, we scoorden. We moesten even scherp houden natuurlijk. En die jongens hebben nog een paar kansen gehad, maar dat... Af en toe gaat het toch niet erin. Dus. Als je goed bekijkt, die 1-0 die komt eigenlijk ook uit niets op dat moment, hè? Ja, het was een lange bal van Yannick en Romano rent erachteraan en schiet hem erin. Het was eigenlijk nergens was iemand te bekennen en ineens een kans, ja, een goal. Dus dat was wel mooi. Als je hem niet binnengeschoten had, had het een penalty geweest, maar dat was een duidelijke overtreding. Romano werd onderuit gehad, vond ik ook, maar de scheids vloot niet overal voor. Dus ik weet niet wat de scheids voor keuze had gemaakt, maar hij ging erin, dus dat is mooi. Ja, dus Dennis Wartel dat die bal er maar in gaat, toch? Ja, vind ik ook, ja. En dan houden jullie controle in de eerste helft zonder weinig kansen weg te geven en zonder zelf veel kansen te creëren. Ja, het was een beetje even over en weer op het middenveld en hun kwamen niet echt over onze verdediging heen, wij niet echt over hun verdediging heen. Maar op zich hebben we nog best goed gedaan in de eerste helft, vond ik. En dan vlak na rust de 1-1. Ja, wat gebeurt er? Ja, de bal gaat over ons heen. Communicatie was denk ik niet goed tussen een paar spelers. Ik en Owen, die moesten misschien beter communiceren met elkaar. Ja, dan vliegt hij erin en dan zit je wel te balen. Ja. Ja, en dan is het herreizen, herpakken en op naar de 2-1. Ja, gelukkig viel die nog wel. Dat is een goede lange bal van Owen en ik schoot er goed binnen toen. Ja, vlak voor tijd, hè? Een paar minuten voor het einde van de wedstrijd scoorde jij de winnende. Ja, hoe voelt het om matchwinnaar te zijn? Ja, fantastisch. De jongens die kwamen ook naar je toe rennen en dan iedereen helemaal schreeuwen en blij. En dat voel je wel goed. Ja, het was echt een groot feest, hè, daar aan de zijkant. Ja, klopt. Iedereen was wel echt een juichen en het was wel fantastisch, ja. Maar ik denk ook dat het besef nog kwam van, kijk, we komen hier ineens goed weg. We gaan winnen hier met 2-1 en Ajax die kan de borst nat maken voor ons. Ja, ik denk dat je op het eind ook wel zag, we waren wel echt blij met de overwinning. Dus ja, ik vind dat we hier goed zijn weggekomen met 2-1, maar wel verdiend, vind ik. Je houdt wel dat druk op Ajax en dat is heel belangrijk, denk ik. Ja, en staan volgens mij nu 1-0 voor tegen PSV. Ik hoop dat ze dan punten laten liggen, maar... Ik hoop dat ze deze wedstrijd zien en dat ze dan een beetje bang van ons worden. En zullen we kijken hier met de kampioenswedstrijd. Jawel, maar ja, eerst zelf alle wedstrijden nog winnen, hè? Volgende week Utrecht uit. Ja, dat wordt een lastige wedstrijd, maar ja, we gaan er wel natuurlijk alles aan doen om laten winnen. Het zou toch wel zijn in de laatste wedstrijd van het seizoen hier de kampioenswedstrijd. FC Groningen onder 17, Ajax onder 17. Ja, het zou fantastisch zijn. Het is ook de eerste keer dat het ooit zou gebeuren bij een van de jeugdteams. Dus ik hoop dat het ook gaat gebeuren en dat we gaan winnen.